mijn werk gaat altijd over een plek. Over te proberen te achterhalen wat de kern van die plek is. Op allerlei verschillende manieren en verschillende lagen daarvan boven water te halen. En hoe begon je daar toen aan? In Schouwduiveland ben ik eigenlijk met mijn atelierbus gaan rondrijden en aan mensen gaan vragen. Ik ben naar een boer gereden met die ik over zijn bestaan met zoet en zout heb gevraagd. En ik ben met een ecoloog meegegaan naar, dat heet daar de zoete en zoute haard. Waar ze proberen te achterhalen hoe planten reageren op zoute kwel. En met een vogelman die op een prachtige manier liet zien. Of eigenlijk, hij hoorde alle vogels al. En vertelde toen aan ons zo in. Dus heel langzamerhand kwam ik op die manier door naar verschillende plekken te gaan op het eiland. Steeds meer te weten. Door de ogen van verschillende mensen die daar wonen en werken. De mosselvisser ook bijvoorbeeld. En de bijenhouder. En een duiker. En allerlei verschillende ervaringen van het gebied. Ik hield op mijn blog alle punten bij waar ik op het eiland was geweest. Ja, dat blog, dat was eigenlijk mijn verzameling, ja. En ik hoopte natuurlijk dat mensen dat volgden. En ze hadden georganiseerd dat we allemaal een tentoonstelling kregen in de bewaarscholen. En ik ben toen om te beginnen hele grote tekeningen gaan maken van het landschap. Van die voren. Van geploegd land en van de suikerbieten en enorme tekeningen. En die kwamen op die expositie. En door zoveel met mensen te praten, vertelden ze me ook allemaal woorden van het eiland. Wellen, pijlbesluit, verzilting, versetput, zandhonger. Slikken, schorren, zoute kwel, kreekruggen. We hadden echt de tijd om dieper erop in te gaan. En ik heb ook verschillende mensen gevraagd om voor mij de plattegrond van het eiland te tekenen met voor hun belangrijke plekken erop. En die tekeningen die heb ik op een gegeven moment allemaal over elkaar heen geprint. Zodat je niet echt meer kon lezen wat er was. Maar daardoor werd de hele kaart van Schouwduiveland eigenlijk volgeschreven door de ervaringen van zoet en zout. En een mooi verhaal vind ik daarvan is dat de mosselvisser of de mosselkweker. Die maakte eigenlijk een contramal van de kaart van Schouwen. Omdat hij tekende al zijn ervaringen van over het water gaan naar de Waddenzee. Maar ook naar de punten waar hij het mosselzaad uitzet en kweekt, opkweekt. En al die lijnen maakten dus eigenlijk een omgekeerde tekening van het eiland. Alle kunstenaars waren bezig met nadenken hoe je dan in de slotmanifestatie wilde laten zien wat je had gedaan. En ik ben toen er wordt ook vlas verbouwd. Met het linnen van het vlas. Ben ik doeken gaan maken die eigenlijk door het landschap worden gemaakt. Dus ik heb één doek. Begraven onder de grond. Ik heb ze betekend. En daarna heb ik er eentje begraven.
En toen ik hem na een maand opgroef, was door de bacteriën in de grond en de schimmels het linnen helemaal weggevroten. Dus die was eigenlijk gemaakt door het landschap. En een andere, die is gemaakt met ijzeroxide. IJzeroxide gaat door die zoute kwel, komt van diepere lagen omhoog. En ik had één doek ingeweven met metaal en dat buiten in die zoute zeewind gehangen. En daardoor begon het te oxideren en te roesten. En daarmee werd die met klei en met zout veranderde die dus. Mm-hmm. Ook gemaakt door het landschap. En ik heb één gemaakt met die mosselvisser. Door het doek in het water te hangen. En dat is eigenlijk te goed gelukt. In de zin dat hij begroeide helemaal met mosselen. Maar toen we hem ophezen, toen scheurde hij af. En gleed hij de diepte in. Dus mijn mosseldoek is op de bodem van de Grevelingen beland. En één doek heb ik gemaakt van het zoet van schouwen. Met bijenwas en suikerstroop. En die drie doeken die hebben toen buiten gehangen bij de schelpoek. Al die verhalen samen heb ik geprobeerd in een soort boek samen te voegen. Dat is een bijenkast geworden. Dat is het verzamelen van informatie en verhalen van het eiland. Zoals de bijen nectar in een bijenkast samenbrengen en transformeren tot honing. Ja, zo zie ik mijn bijenkast ook als verslag van dit geheel. Daarin, hoop ik, zitten heel veel van die verhalen verstopt. Ja. Deze is eigenlijk geeft aan welke plekken ik allemaal bezocht heb. Dat zijn mijn persoonlijke sporen. Dit raampje laat iets zien van mijn tekeningen van de geploegde grond. Deze heet de gulle grond. En de vette klei. Zware grond. Dus de oorsprong zit erin dat ik zo dicht mogelijk bij processen van het eiland wilde komen met mijn werk.